Minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, BIBIS, heeft gisteren namens Suriname een overeenkomst ondertekend met de financieel directeur van Schiphol, Robert Carceau. Deze overeenkomst behelst onder andere samenwerking op het gebied van infrastructuur, het creëren van werkgelegenheid en het plegen van gezamenlijke investeringen. Suriname moet haar plek opeisen als ze concurrerend bezig willen zijn. Schiphol doet dat nu al. Samenwerking voor kennisdeling, bijstand, etc. zijn zaken die we als natie moeten nastreven, aldus president Santokki. We kijken uit naar nog meer samenwerkingen. De Johan Adolf Pengel International Airport had reeds een overeenkomst. We kijken naar diverse mogelijkheden om die uit te breiden. Verder kijken we ook naar de mogelijkheden om de geplande luchthaven in Ikeri uit de grond te stampen. Er komen namelijk grote industriële projecten in het westen waarbij transport cruciaal zal zijn. Binnen 3 tot 5 jaar moeten deze projecten gestalte hebben. Het gaat niet alleen om de airport, maar ook om de totale ontwikkeling.